De consumentenkring heeft vanmorgen de Wereldconsumentenrechtendag gevierd met de studenten van het VWO 4. Het thema van deze dag is Trusted Smart Products. In het kader van deze dag heeft de consumentenkring Danielle Feira, directeur van het Bureau Nationale Veiligheid, BNV, gevraagd om presentatie te geven over het thema. De luitenant-kolonel zegt dat zij de studenten erop heeft gewezen op de veiligheid van de producten die zij elke dag gebruiken. De vraag was ook, hoe veilig gaan wij als consument met deze producten om? De producten zijn over het algemeen veilig, maar we moeten als consument er ook naar kijken. Zijn alle security settings wel oké? Als een product bijvoorbeeld niet de gelegenheid geeft om op te graden, om te updaten, als je ze niet kan afsluiten op momenten dat je daar zin in hebt als consument, zouden wij aanraden om ze niet aan te schaffen. Omdat het betekent, elke keer als je weer online bent, dat je informatie wordt verspreid met derden. Door wie, met wie en kan ik dat zelf ook als consument ook afsluiten. Dus we hebben zo'n beetje gedeeld deze informatie met de studenten vandaag. De participatie van de leerlingen, de vragen die ze u hebben gesteld. Nou, ik moet zeggen, ik ben daar heel erg content mee. Ik heb ze ook daarover gecomplimenteerd. Ik denk dat het goed is dat we weten dat wij als volwassenen denken dat we alles weten. Maar de jeugd van vandaag heeft veel meer kennis over internet en de cyberwereld. En we moeten die kennis die zij hebben, moeten we zeker ook gebruiken. De vragen die ze hebben gesteld hadden zeker te maken met hun privacy. Hoe ga je daarmee om? Hoe kan je bepaalde zaken niet door laten gaan? En wat ze ook eigenlijk verwachten van de overheid om ervoor zorg te dragen dat wij als consumenten, wij als mensen beschermd zijn voor wat betreft onze bewegingen binnen internet. De eerste werelddag voor de rechten van de consument is gehouden op 15 maart 1983. 2 jaar later zijn de rechten van de consument door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties overgenomen. Voor Albert Alijnen, voorzitter van de Consumentenkring Suriname, is deze dag wederom een gelegenheid om in contact te treden met het publiek. De organisatie is dagelijks bezig, maar op deze dag wordt er speciaal aandacht besteed aan de rechten en plichten van de consument. Wereldwijd wordt er dan een thema gekozen waardoor je kan stressen op die thema, zodat de mensen gaan nadenken erover. Nou, ik heb gemerkt dat tijdens de inleiding van mevrouw Feira de jeugd heel goed heeft geparticipeerd. En ze zijn van veel op de hoogte. Toch? Ze weten heel veel, veel meer als ik. Dus ik denk dat het goed is dat we de jeugd betrekken bij dit soort activiteiten. En we moeten dus nu gaan kijken welke mogelijkheden we hebben om de jeugd ook in de organisatie van de consumentenkring te betrekken. Zodat het beter verspreid wordt en dat er meer aandacht besteed wordt aan die dingen die echt nodig zijn. Die de jeugd dus echt zelf nodig heeft. Want zij weten het best, toch? Dus het zou prettig zijn natuurlijk als veel meer jeugdigen zich aansluiten bij de organisatie. Albert Alijnen, voorzitter van de Consumentenkring Suriname. Hij sprak vanmorgen naar de presentatie van Danielle Feira, directeur van het Bureau Nationale Veiligheid. De presentatie is gehouden in de trainingszaal van het CIFES in het kader van Wereldconsumentenrechtendag vandaag.